Uiteindelijk zijn we nog baas op eigen erf en een eigen huis. Mei 1945. De zwarte jaren van de oorlog zijn voorbij, maar Nederland ligt in puin. Er moet veel gebeuren. De voormannen van werkgevers en werknemers komen ruim voor 5 mei al bij elkaar om na de oorlog de poorten open te houden en aan den arbeid te gaan. Terwijl iedereen de bevrijding viert, schrijven zij een pamflet gericht aan alle werknemers en werkgevers en ontstaat de Stichting van de Arbeid. In de Stichting van de Arbeid ontmoeten de vertegenwoordigers van de arbeiders en de werkgevers elkaar op voet van gelijkheid. Dat is dus als mens tegenover mens. Al ruim voor het einde van de oorlog beseffen werkgevers en werknemers dat de wederopbouw voortvarend ter hand moet worden genomen. Zijn herstel bewegen. Ze komen op clandestine plaatsen bijeen voor geheim overleg. De Stichting van de Arbeid blijft niet in haar oprichting steken en heeft een vliegende start. Aanvankelijk met skepsis ontvangen, maakt de Stichting van de Arbeid met steun van premier Drees al gauw een ware bloeiperiode door. De stichting werkt samen met het College van Rijksbemiddelaars, die de afgesloten cao's toetst aan de overheidsrichtlijnen. Gelukkig is het advies van de stichting bijna altijd wet. Het Nederlandse model, je kunt zeggen het poldermodel avant la lettre, wordt dan al in het buitenland ten voorbeeld gesteld. Prins Bernhard heeft daar goed het oog op. In 1950 wordt de SER als adviesorgaan van de regering en als toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie opgericht. Het grote tapijt in de wandelgang van het SER-gebouw symboliseert deze economische ordening van bedrijfschappen en productschappen met daarin werkgevers en werknemers. Al komt dit ideaal nooit echt van de grond. De betekenis van de stichting neemt daardoor af. Wat er nog van het stichtingssecretariaat over is, verhuist van de Javastraat nummer 20 naar de Scheveningseweg nummer 62. In 1959 vertrekt de stichting ook daar en trekt in bij de SER aan de Bezuidenhoutseweg nummer 60. Ook het eigen blad Sociale Voorlichting gaat ter ziele. Ruim 20 jaar later zijn de verhoudingen drastisch gewijzigd. De geleide loonpolitiek is definitief ten einde. Men wil het zelf gaan doen, decentraal, in bedrijfstakken en bedrijf. Niemand laat zich meer de wet voorschrijven. Een centraal akkoord over de lonen in 1972 houdt het niet meer. Daarna komt het er 10 lange jaren niet meer van. De politiek denkt dan nog dat de samenleving maakbaar is en het kabinet Den Uyl treedt aan met het adagium spreiding van kennis, macht en inkomen. Het is wel even wennen aan economische teruggang die in 1973 inzet met de eerste oliecrisis. De aardgasbel maskeert veel, maar kan het tij niet keren. Dat leidt tot een brief van de werkgevers aan het kabinet waarin zij de noodklok luiden. Maar de economie zit op een glijbaan, de werkloosheid stijgt tot 10% en er zijn veel stakingen en protestacties, onder andere tegen de voorgestelde loonmaatregelen. Het Nederlandse model staat niet meer model. Overleg maakt plaats voor polarisatie. Een poging om in 1979 de problemen met een centraal akkoord toch onder de knie te krijgen, mislukt op het nippertje. Het bijna-akkoord heette later. Misschien is dat wel de kracht van de stichting. Om ook in slechte tijden als forum te dienen om met elkaar te blijven praten. FNV-leider Wim Kok zegt later dat er toen een akkoord had moeten komen en dat dit een les is voor de toekomst. Pas in 1982 wordt de band doorbroken, wanneer de crisis op zijn hoogtepunt is. In het huis van VNO-voorman Chris van Veen in Wassenaar sluiten hij en Wim Kok een deal. Elke handtekening is 100 gulden. Deze deal heeft als kern herverdeling van arbeid en rendementsherstel door loonmatiging. Iedere letter is 2,5% arbeidsuitsport. Het resultaat is dat in de meeste cao's 2 jaar lang de nullijn wordt afgesproken en de werkweek collectief verkort tot 38 uur.
Het is een goede start voor het net aangetreden kabinet Lubbers. Het herstel wordt ingezet, al zal de weg naar het Dutch Miracle nog lang zijn. Het akkoord van Wassenaar legt ook de basis voor decentrale arbeidsvoorwaardenvorming. In Den Haag ontstaat het beeld dat de rol van de stichting na 40 jaar zijn langste tijd heeft gehad. Toch zal de overlegeconomie, met daarin een prominente rol voor de Stichting van de Arbeid, nog tot grote bloei komen. 10 jaar later hebben we weer een model. En we staan weer model, het poldermodel. Media en deskundigen uit de hele wereld stromen toe om het te laten uitleggen. Media uit Japan, Korea, Duitsland, Roemenië, Australië, Argentinië. Ze lopen de deur plat om het geheim te doorgronden en het in eigen land te vertellen. Na de zieke man van Europa zijn we de Dutch Miracle. We worden moe van het uitleggen. De stichting krijgt in 1997 de Bertelsmanprijs. Wie durfde bij de oprichting van de stichting te beweren dat 50 jaar later onze oosterburen ons zoveel lof zouden toezwaaien? Europa is gewend om binnen zo'n periode weer in brand te staan. Maar nee, binnen deze halve eeuw wordt de Berlijnse muur gebouwd en valt ze weer, met uiteindelijk ook het communisme. Globalisering met daaromheen zijn eigen opwinding wordt een nieuwe wetenschap. Europa krijgt met het verdrag van Maastricht een nieuwe impuls. En de marges voor nationaal beleid worden steeds kleiner. De geschiedenis lijkt af. De decentrale arbeidsvoorwaardenvorming en de erkenning van het belang van flexibilisering krijgen in 1993 in het akkoord een nieuwe koers, de definitieve bevestiging. De agenda van de stichting lijkt leeg. In 1995 bestaat de stichting 50 jaar. In tegenstelling tot het 25-jarig jubileum wordt dit feest in aanwezigheid van koningin Beatrix en prins Klaus wel gevierd. Ook het Paarse kabinet heeft de stichting nodig. Een jaar na het feestje voor het 50-jarig bestaan brengt de stichting het Flexakkoord uit. Een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid in het arbeidsrecht. Tot eind jaren 90 laat de stichting een stroom van aanbevelingen en standpunten het licht zien. En dat werk gaat door. Ook wanneer we op economisch vlak onze voorsprong op de rest van Europa verliezen. In de stichting zijn inmiddels door fusies nog 6 organisaties vertegenwoordigd. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland aan werkgeverskant en FNV, CNV en MNP aan werknemerskant. Ze zijn het erover eens dat het werk van de stichting een toegevoegde waarde moet hebben voor het decentrale overleg. En dat alleen gezamenlijke standpunten een functie hebben bij de beïnvloeding van het regeringsbeleid. Het centrale overleg moet minder accent krijgen. De veronderstelde gouden bergen van de nieuwe economie blijken een zeepbel. Het Nederlandse mirakel loopt hierdoor weer ten einde en verdwijnt met het uiteenspatten van deze bel. 2002 is een politiek crisisjaar. Paars 2 gaat roemloos ter ziele. Pim Fortuyn komt op. Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien. Maar kan zich door moord nooit bewijzen. Balkenende 1 met de erfgenamen van Fortuyn komt en gaat. Balkenende 2 volgt. Dit kabinet zet in op een brede hervormingsagenda. De kritiek uit de vakbeweging zwelt snel aan, terwijl de economie achteruit holt en de werkloosheid stijgt. De stichting blijkt ondanks de oplopende spanningen in staat om het tij te keren. Met ouderwetse centrale akkoorden, met ruilelementen waarin de maximale stijging van de lonen is vastgelegd. Dat is geheel tegendraads aan de ontwikkeling op het terrein van de arbeidsverhoudingen, die inmiddels vaste voet hebben op het decentrale niveau, de bedrijfstak en de onderneming. Na een akkoord over een maximale loonstijging met 2,5% voor 2003, wordt voor 2004 een nullijn afgesproken en voor 2005 een loonstijging naderend tot nul. Het akkoord voor 2005 heeft ruilelementen die in 2004 moeten worden gerealiseerd. Meneer de Waal, zit dat klaar? Goeie. Nee, maar dat willen de mensen nog een keer zien. Maar op 18 mei 2004 barst de bom. Het overleg over prepensioen mislukt volledig. Dat leidt tot actie en confrontatie door de vakbonden. Toch blijkt het eind 2004 mogelijk een breed akkoord te bereiken. Is het overleg in de stichting en tussen de stichting en het kabinet een bedreiging voor het primaat van de politiek? Het valt nooit te bewijzen. Maar het bestaan van de stichting heeft werkgevers en werknemers in elk geval 60 jaar lang gewend laten raken aan het zoeken naar oplossingen.
Ook de politiek heeft daar veel profijt van gehad. Het gaat uiteindelijk om wat we gezamenlijk willen. Welvaart en werk. En behoorlijke arbeidsverhoudingen in een leefbaar land. Hoe kijken de minister-president en de beoogde voorzitters van de stichting hier tegenaan? Ik heb laatst ook nog eens een inleiding aangegeven in mijn Bilderberg-lezing. Hoe belangrijk het is dat we, waar het even kan, gezamenlijk optrekken. Dan moeten we wel praten over nieuwe arbeidsverhoudingen. We moeten praten over de eisen die de economie van morgen stelt. We moeten proberen te werken aan draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen. Maar ten principale betekent dat geen afstand nemen van de rol die werkgevers, uitnemers, organisaties spelen. Sterker nog, we moeten investeren in vertrouwen. Daarom was ik ook zo blij met het sociaal akkoord van vorig jaar. En vooral gezamenlijk de toekomst onder ogen zien en die toekomstige uitdagingen samen oppakken. Die noodzaak van samenwerken, die zal blijven. En volgens mij komt dat ook omdat het te maken heeft met arbeidsverhoudingen die je niet zomaar in 10, 15 jaar radicaal zult veranderen. Het heeft ook te maken met de wezensgeschiedenis van arbeidsverhoudingen in Nederland. Het heeft te maken met culturele omstandigheden. Ik zei het al, we zijn niet voor een vechteconomie. We kiezen niet voor een klassenstrijd in het verleden. Dat hebben we eigenlijk nooit willen doen. We willen juist samen verder. Maar ik verwacht wel dat de nodige veranderingen en hervormingen zullen optreden. We zullen scherper de vraag onder ogen moeten zien. Wie mag rekenen op de solidariteit via bijvoorbeeld de wetgeving van de overheid? Degenen die volledig arbeidsongeschikt zijn. De langdurig werklozen, de mensen die gehandicapt of chronisch ziek zijn. Zij moeten kunnen rekenen op solidariteit. Maar wanneer mensen talent hebben, wanneer mensen eigen mogelijkheden hebben, mag je mensen daarop aanspreken. Kortom, ik denk dat we over zullen gaan naar een nieuwe invulling van solidariteit. Ik denk ook dat over een jaar of 15 een levensloopregeling, waar we nu nog aan het begin van staan, dat dat een grote betekenis zal gaan krijgen. Meer maatwerk, meer inspelen op de wensen van individuen zelf en van huishoudens. Kortom, de arbeidsverhoudingen zullen anders zijn, meer internationaal georiënteerd, meer oog op voortdurende verscholing, meer oog voor levensopregelingen. Kortom, we zullen een dynamiek zien in de arbeidsverhoudingen, maar dat betekent niet dat we straks van de organisatie af zullen zijn. Integendeel, wanneer de organisaties inspelen op die toekomstige uitdagingen, dan verwacht ik eerlijk gezegd een geweldig goede toekomst. Ja, zoals eerder gezegd geloof ik in een goed functionerende overlegsituatie in Nederland tussen ondernemers en werkgeversorganisatie enerzijds en anderzijds de vakverenigingen. Daar is de stichting het meest perfecte platform voor. Wanneer het overleg daar zich aanpast aan de ontwikkeling in de maatschappij, waarbij van onze kant natuurlijk sterk gehamerd zal worden op toch misschien wat meer ondernemerschap, wat sneller reageren, wat sneller beslissen en sneller realiseren van wensen in de maatschappij, dan ben ik ervan overtuigd dat de stichting nog een lang en goed leven tegemoet gaat. Het enige wat misschien een keer zou moeten gebeuren, dat is die wat opbollige naam veranderen door een merk wat bij deze tijd past. Ja, ik heb wat moeite met het woord primaat van de politiek. Het is zo dat wij als sociale partners heel goed weten waar onze verantwoordelijkheden liggen. We weten dat dus alles wat te maken heeft met arbeidsverhoudingen in Nederland, hoe met elkaar omgaan binnen bedrijven en binnen organisaties, dat is onze verantwoordelijkheid. Daar willen we ook graag dat de politiek van afblijft. En we beseffen anderzijds heel goed dat de politiek haar eigen verantwoordelijkheid heeft, waar wij terughoudend moeten zijn. Maar er is natuurlijk een grijs gebied tussen beiden. En wat me wel eens opgevallen is dat op het moment dat de politiek ergens niet uitkomt en wij als sociale partners, bijvoorbeeld via een SER-advies of in een advies van de stichting, een oplossing vinden die misschien wat over de grens gaat van datgene wat onze verantwoordelijkheid is, dat dan plotseling de politiek begint te roepen over het primaat van de politiek. Dus ik denk dat de conclusie moet zijn, als de politiek haar werk goed doet, dan is er geen discussie over het primaat van de politiek. Kijk, ik ben historica van huis uit, dus ik hecht nog wel aan dingen met een zekere historische traditie. Maar de traditie alleen is niet voldoende. Hè? Dus je zult, wil je als Stichting van de Arbeid toekomst hebben, ook antwoorden moeten formuleren voor toekomstige vraagstukken. Als het dus gaat om de toekomst, dan is voor onze achterban belangrijk. Lijkt het ergens toe. Hè? Compromissen sluiten om het compromissen waarin vervolgens de overheid
een beetje gaat zitten shoppen. En daar krijgen we thuis de handen niet meer voor op elkaar. En terecht, hè. Je doet dat kunstje in de stichting. Omdat je denkt dat je op die manier belangen van mensen goed kan behartigen. In de toekomst. En dat pleit eigenlijk voor tegen de stichting. Zul je een aantal dingen veel meer op Europees niveau moeten gaan regelen. Veel regelgeving komt nu al uit Europa. De werkgelegenheid is wat minder aan de landsgrenzen gebonden. Dus wat ons betreft gaat het er om, kan je in de stichting iets doen wat zichtbaar is voor mensen en wat voor mensen ook zichtbaar voordeel oplevert. En doen die andere twee partijen ook mee, doen de werkgevers mee, doen de overheid mee. Als dat niet zo is, dan blijft er van de stichting niet veel meer over dan alleen dat logo en die vier man op dat secretariaat. En naar de toekomst toe gaat het erom, ben je in staat om de discussie ook te verbinden met wat er internationaal gebeurt? Ben je in staat om de thema's die vanuit Europa naar Nederland komen op een goede manier handen en voeten te geven hier? Vorm te geven hier? Ben je in staat om vanuit Nederland ook kracht op te bouwen voor een sociale oplossing op Europees niveau in plaats van een oplossing waarbij het water vanzelf naar het laagste punt loopt? Dus het is wel een, het is wel boeiend eigenlijk wat er gaat gebeuren met die stichting in de komende 15 jaar. Want de wereld zal er absoluut anders uitzien dan nu en dan 15 jaar geleden. En het kunstje heeft ons een hoop voordeel opgeleverd in de afgelopen tijd. Maar moet zich naar de toekomst en dus ook in die komende 15 jaar steeds blijven bewijzen. Met enige overdrijving kun je zeggen dat in Wassenaar de renaissance van de Stichting van de Arbeid is begonnen. Nu, 23 jaar later, is de stichting nog steeds als herboren. Zij viert in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar het 60-jarig jubileum en hoopt in 2020 het 75-jarig jubileum te halen. Laten we beginnen met de stichting van harte geluk te wensen. Het is een belangrijke dag, we bestaan van 60 jaar, jaar waarin heel veel is gebeurd. En achteraf mogen we ook heel blij zijn dat de stichting er is gekomen. Het feit dat in de oorlog er al werd nagedacht over de arbeidsverhoudingen na de Tweede Wereldoorlog, dat zei denk ik genoeg. Nu kennen we natuurlijk allemaal de geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in Nederland. We zijn niet een land van klassenstrijd. We zijn eigenlijk een land waarin we toch steeds streven naar gemeenschappelijk overleg van werkgevers en werknemers. En als het even kan, ook met de overheid. En dat is volgens mij ook de boodschap die toen is ontstaan, op 17 mei 1945. Juist om samen vorm te geven aan wederopbouw en herstel. Vanuit het besef dat een gezamenlijk optrekken van werkgevers en werknemers van groot belang is. Zo is het begonnen. En ik denk ook dat dat de kwalificatie is geweest in die 60 jaar. Steeds hechten aan goede verhoudingen, werken aan onderling vertrouwen. Juist om samen verder te komen. En ik denk ook dat die houding, samen optrekken, Nederland ver heeft gebracht. Wetend dat je samen moet werken aan versterking van werkgelegenheid, aan opbouw, zorgen dat scholing ook in de arbeidsverhoudingen naar voren komt. Allemaal onderwerpen die steeds te maken hebben gehad met gemeenschappelijke belangen, werken aan onderling vertrouwen. Dat heeft denk ik bijgedragen aan een goed sociaal klimaat. En dan heb je wel eens conflict over en weer, maar door de bank genomen mogen we blij zijn met al die arbeidsverhoudingen. Het zegt iets over hoe we in Nederland met elkaar om willen gaan. Het zegt ook iets over de cultuur in Nederland. Vaak is de Nederlandse overlegeconomie wel gekwalificeerd als een poldermodel.
Nou, het wezen van een poldermodel is dat je alleen de zaken veilig kunt houden als iedereen meewerkt. Nou, zo is het ontstaan en zo is het nog steeds. Begin jaren 90 begon er een ander klimaat te ontstaan ten aanzien van arbeidsverhoudingen. Er kwam kritiek op de Sociaal-Economische Raad en zeker op de verplichte advisering. Er werd getwijfeld aan cao's. Moest het allemaal zo? Was dat niet te veel een collectief instrument? Ook de rol van sociale partners werd zeer kritisch bejegend. Er werd gezegd, van, moeten we nog doorgaan met die grote organisaties die feitelijk hun begin hadden aan het eind van de 19e eeuw. Veel kritiek. Dat hing toen samen met het sterke marktdenken op dat moment. Weg met instituties en we zouden nu voluit ruim baan moeten geven aan zaken als marktwerking. Nu heb ik niks tegen marktwerking, maar ik heb wel iets als dat ten koste gaat van essentiële instituties. En ik heb het toen ook zelf, en ook in publicaties, nogal gericht tegen dat anti-klimaat. Anti-SER, anti-Stichting van de Arbeid, anti-sociale partners, anti-advisering. En sindsdien is er veel gebeurd. En het gekke is dat waar het klimaat begin jaren 90 zo tegen de sociale partners was gericht, dat we naderhand plotseling begonnen te zien van, wacht nou eens even, als je economisch goed wilt functioneren, dan is er ook iets als die factor vertrouwen over en weer. Vertrouwen tussen werkgevers en werknemers, vertrouwen tussen sociale partners en overheid. En toen was er iets heel merkwaardigs dat mijn voorganger Kok in het buitenland moest gaan uitleggen waarom die Nederlandse economie beter presteerde dan tal van andere Europese landen. En de verklaring werd toen gezocht met name in de samenwerking tussen werkgevers, werknemers en overheid. Dus er is een plotseling omslag ontstaan. Eerst die anti-houding begin jaren 90 en later in de jaren 90 het gezamenlijk verdedigen en uitdragen van dat poldermodel. Dat is heel opvallend. En ik geloof dat, als ik nu naar de huidige situatie kijk, dat eigenlijk niemand betwist de noodzaak van het hebben van vertrouwen over en weer. Het gezamenlijk werken aan oplossingen. Omdat we weten dat we uiteindelijk met een vechteconomie niet verder komen. Dat is volgens mij ook wat we hebben gezien toen vorig jaar een sociaal akkoord kon worden gesloten. Een opluchting bij alle betrokkenen van het is weer mogelijk om met elkaar verder te kunnen. Dat sluit natuurlijk niet uit dat er van tijd tot tijd conflicten zijn. Je kunt van mening verschillen. Maar het gaat eigenlijk ten principale om de vraag hoe kijk je aan tegen de sociaal-economische ordening, tegen arbeidsverhoudingen. En dan weten we dat werkgevers en werknemersorganisaties, dat een stichting, van grote betekenis zijn. Waarbij het natuurlijk wel zo is dat je met je tijd mee moet gaan. Dat je beseft dat de werknemer van nu anders is dan de werknemer van 20, 30 jaar geleden. En dat we ook nieuwe dynamiek moeten krijgen in arbeidsverhoudingen. En dan is de vraag, is nu de sociaal-economische organisatie, zijn de maatschappelijke organisaties, de sociale partners, zijn die dan ook in staat om die uitdagingen van de toekomst aan te kunnen? Nou, dan praten we over de toekomst. Maar ik denk dat de terugblikken naar die laatste 15 jaar, dat we zijn begonnen met veel kritiek en plotseling is dat hele debat omgeslagen naar juist waardering. En vooral is denk ik de waardering gekomen vanwege die noodzakelijke economische factor, de factor vertrouwen. Toen we begonnen, in mijn eerste kabinet in 2002, waren we van overtuigd dat we sommige dingen anders moesten doen. Bijvoorbeeld, we hadden achterstanden opgelopen in onze concurrentiepositie. Nederland was gewoon te duur geworden, het ging allemaal te goed. Dan moet je soms wel eens een boodschap vertellen die niet altijd even populair is. Van jongens, pas op de plaats, loonmatiging. We hebben ook gezien dat sommige zaken te lang zijn blijven liggen. Bijvoorbeeld de herziening van de WAO. Dan heb je meer onderwerpen. We zijn ervan overtuigd dat we een hervormingsbeleid moeten voeren. Dat we vooruitkijken. Dat we Nederland ook gereed maken voor de toekomst. Dat we Nederland sterker maken. En dat betekent dat je van tijd tot tijd moet zeggen, sommige zaken moeten wat anders dan in het verleden. Dat heeft wel eens geleid tot discussie, tot conflict met werkgevers, werknemers. Maar, en dat heeft me wel eens pijn gedaan, dat er wel eens het beeld ontstond van het kabinet wil zaken afbreken. En daar geen misverstand over. We hebben nooit afstand willen nemen van de noodzaak van samenwerking. We hebben nooit afstand willen nemen van de rol van werkgevers en werknemers, organisaties. We hebben wel gezegd, heb oog voor de toekomst. Zorg dat je zaken aanpast wat dat nodig is. Juist met het oog op nieuwe generaties. En ik heb laatst ook nog eens een inleiding aangegeven in mijn Bilderberg-lezing, hoe belangrijk het is dat we, waar het even kan, gezamenlijk optrekken. Dan moeten we wel praten over nieuwe arbeidsverhoudingen. We moeten praten over de eisen die de economie van morgen stelt. We moeten proberen te werken aan draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen. Maar ten principale betekent dat geen afstand nemen van de rol die werkgevers, werknemers, organisaties spelen.
Sterker nog, we moeten investeren in vertrouwen. Daarom was ik ook zo blij met het sociaal akkoord van vorig jaar. En vooral gezamenlijk de toekomst onder ogen zien en die toekomstige uitdagingen samen oppakken. Ik denk dat het jubileum zeker zal worden gevierd. Maar we weten tegelijkertijd dat wanneer de stichting 75 jaar bestaat, dat de arbeidsverhoudingen anders zijn, dat de economie van Nederland anders is. We zullen meer internationaal gaan denken. We zullen te maken krijgen met mondiale concurrentie, weten het allemaal. Maar die noodzaak van samenwerken, die zal blijven. En volgens mij komt dat ook omdat het te maken heeft met arbeidsverhoudingen die je niet zomaar in 10, 15 jaar radicaal zult veranderen. Het heeft ook te maken met de wezensgeschiedenis van arbeidsverhoudingen in Nederland. Het heeft te maken met culturele omstandigheden. Ik zei het al, we zijn niet voor een vechteconomie. We kiezen niet voor een klassenstrijd in het verleden. Dat hebben we eigenlijk nooit willen doen. We willen juist samen verder. Maar ik verwacht wel dat de nodige veranderingen en hervormingen zullen optreden. Ik verwacht dat het arbeidsvoorwaardenoverleg meer decentraal plaats zal vinden. Veel meer ruimte voor maatwerk. We zullen toegaan naar nieuwe concepten. We zullen scherper de vraag onder ogen moeten zien. Wie mag rekenen op de solidariteit via bijvoorbeeld de wetgeving van de overheid? Degenen die volledig arbeidsongeschikt zijn. De langdurig werklozen, de mensen die gehandicapt of chronisch ziek zijn. Zij moeten kunnen rekenen op solidariteit. Maar wanneer mensen talent hebben, wanneer mensen eigen mogelijkheden hebben, mag je mensen daarop aanspreken. Kortom, ik denk dat we over zullen gaan naar een nieuwe invulling van solidariteit. Ik denk ook dat over een jaar of 15 een levensloopregeling, waar we nu nog aan het begin van staan, dat dat een grote betekenis zal gaan krijgen. Meer maatwerk, meer inspelen op de wensen van individuen zelf en van huishoudens. Kortom, de arbeidsverhoudingen zullen anders zijn, meer internationaal georiënteerd, meer oog op voortdurende verscholing, meer oog voor levensopregelingen. Kortom, we zullen een dynamiek zien in de arbeidsverhoudingen, maar dat betekent niet dat we straks van de organisatie af zullen zijn. Integendeel, wanneer de organisaties inspelen op die toekomstige uitdagingen, dan verwacht ik eerlijk gezegd een geweldig goede toekomst. Vanuit de LTO verwachten wij dat er ook in de toekomst toch wel een plaats en een rol blijft voor de Stichting van de Arbeid. Nederland is geen land van polarisatie. Daar is Nederland te klein voor. We zullen altijd met elkaar afspraken nodig hebben. En ik denk dat goede afspraken ook tussen werkgevers en werknemers in de toekomst nodig zullen zijn. Al zal dat wel meer op decentraal niveau gaan gebeuren. Ik denk dat de Stichting van de Arbeid met ups en downs zoals die er altijd zijn geweest. En die er hopelijk ook zullen blijven, anders wordt het helemaal saai. Toch zal blijven, ook zijn volgende jubileum haalt. Het is bovendien belangrijk voor de politiek dat die er blijft, omdat met name vanuit dat overleg tussen werkgevers en werknemers ook het draagvlak wordt gevonden voor heel veel noodzakelijke politieke besluiten en het netwerk van de politieke partijen zelf daarvoor veel te beperkt en veel te gebrekkig is. Dus ook voor het behoud van het door hen zo gewenste primaat van de politiek is belangrijk dat werkgevers en werknemers draagvlak blijven creëren voor soms toch ook moeilijke besluiten. Ik denk dat er een toekomst blijft voor de stichting. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een overlegpodium is voor werkgevers en werknemers. Om de standpunten die men heeft, die met elkaar te kunnen uitwisselen. Wat je vaak ziet is dat er conflicten ontstaan omdat er onvoldoende duidelijkheid is over elkaars standpunt. Communicatie die goed verloopt. Dat kan daar in ieder geval wel goed plaatsvinden. Kunnen ook de achterliggende redenen van standpunten nog eens een keer goed belicht worden. Als de stichting maar niet iets wordt van we moeten er goed altijd maar uitzien te komen. En dat het een beetje slappe thee en natte cake verhaal gaat worden. Dat het dus echt iets moet zijn waarop partijen ook wel kunnen proberen er samen uit te komen. Zeker daar waar misverstanden zijn dat kunnen oplossen. Maar ik denk dat een situatie waarin het zou leiden tot alleen maar halfbakken oplossingen, dan zou de stichting denk ik snel veel van zijn bestaansrecht gaan verliezen. Ja, ik denk als we die lijn kiezen die ik net aangaf, dan ben ik ervan overtuigd dat het voorbeeld wat deze stichting heeft, wat je ook ziet in andere landen, dat men toch zoekt en kijkt naar mogelijkheden die dit soort overleggen nou bieden, dat je elkaar gewoon tegenkomt, niet alleen maar tegenkomt in verbaliteit via media, maar ook tegenkomt aan onderhandelingstafels. Ik denk dat dat uiteindelijk dan ook de mogelijkheid tot 2020 heel goed aanwezig is. Ik voorspel de Stichting van de Arbeid een zeer goede toekomst. Er is wel eens getwijfeld over de nut van de Stichting van de Arbeid. Ik denk dat de afgelopen jaren ook weer eens hebben bewezen dat we een Stichting van de Arbeid nodig hebben om op het centrale niveau belangrijke afruilen te maken. En die moeten dit land verder brengen. Het lijkt er wel eens op dat Nederland af is en dat er op het centrale niveau niks meer te doen is voor werkgevers en werknemers. Tegendeel is waar, ook
vanuit dit kabinet gezien zijn er wel eens zaken als de hervormingen zijn nu klaar. MRP voorspelt dat de hervormingen pas zullen beginnen. Er zijn nog grote thema's die beantwoord moeten worden. Ik noem de hypotheekrenteaftrek. Ik noem de AOW-leeftijd zonder volledig te willen zijn. En om de discussie op die onderwerpen verder te brengen, is er centraal overleg tussen werkgevers en werknemers noodzakelijk. En daar hebben we ook een Stichting van de Arbeid voor nodig. En het 100-jarig bestaan gaat ze ook nog vieren, dat voorspel ik u. Nou ja, de stichting heeft natuurlijk een hele mooie traditie, hè? Opgericht een paar dagen na het einde van de oorlog. Omdat men in de Tweede Wereldoorlog bedacht had dat er dingen in het naoorlogse Nederland anders zouden moeten gaan dan in die periode daarvoor. Gericht op samenwerking. En eigenlijk sluit het daarmee wel heel erg aan bij wat sommige historici al een traditie vanuit de 17e of de 18e eeuw noemen. In Nederland moet je altijd samenwerken, wil je het water buiten de polder kunnen houden. Maar als je de afgelopen 60 jaren bekijkt, dan zitten daar periodes in waarin er veel is samengewerkt. Maar ook periodes waarin werkgevers en werknemers de stichting vooral gebruikt hebben om elkaar op de kop te slaan. En dat is natuurlijk in de afgelopen recente geschiedenis ook weer gebeurd. En mij brengt dat eigenlijk tot de conclusie dat de stichting alleen maar gewerkt heeft en kan werken als werkgevers en werknemers er alle twee in willen investeren. En als je niet als een van de beide partijen zegt, weet je wat, we sluiten een bondje met de politiek. Zoals bijvoorbeeld dus nu in het, bij het kabinet Balkenende is gebeurd. Bij Balkenende 1 en Balkenende 2 stonden werkgevers toch te juichen. Hè? Eindelijk een kabinet wat eens een goed recht neoliberaal beleid zou gaan voeren. Dus als je de zaken rechtstreeks met de politiek kan regelen, dan heb je de stichting niet, niet nodig. En werkgevers zeggen ook dat ze dat gedaan hebben omdat ze vonden dat kabinet Kok 2, dus het tweede Paarse kabinet, een beetje te veel naar de vakbonden luisterde. Zodat na de verkiezingen men dacht, nu zijn wij aan de beurt. Nou, op het moment dat een van de twee partijen dus zegt, we investeren niet in die verhouding tussen werkgever en werknemer, maar we gaan rechtstreeks naar de politiek, dan is de stichting eigenlijk ook niet veel meer dan het logo en het briefpapier en het secretariaat, wat buitengewoon dun bezet is. Dus het is eigenlijk vooral iets op het moment dat je erin wil investeren. Op het moment dat je denkt, via de stichting kun je win-win situaties afsluiten. Kun je compromissen maken waar beide partijen zich als verliezer mee, of als winnaar mee kunnen profileren. Dus het is er alleen dan, op het moment dat je elkaar die ruimte gunt. Die ruimte gunt van geven en nemen. En als je ook aan je achterban dus een beetje helder kan maken waarom je eigenlijk überhaupt investeert in die werkgevers op centraal niveau. Nou ja, de verhouding met de politiek is bij vlagen problematisch. Dat heeft denk ik ook wel te maken met de manier hoe de verschillende, de manier van kijken van de verschillende politieke stromingen in Nederland. Kijk, van oudsher is de sociaal-democratische traditie er vooral opgericht dat je zaken moet regelen via sterke overheidsregelgeving, normen in de wet opleggen en die proberen te handhaven. Is de liberale traditie eigenlijk tegen alles wat regelingen probeert op te leggen. Dus of dat nou van de overheid komt of regelingen van werkgevers en werknemers, beide zijn niet goed. Je moet hem proberen zoveel mogelijk een bijna ongetemde concurrentie te kennen. En de christendemocratische traditie kijkt meer naar
Ja, van oudsher, wat kunnen zaken, welke zaken kunnen. Op het maatschappelijk middenveld heet dat dan in hun terminologie. Dus welke zaken kunnen als het gaat om arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht. Eigenlijk dat hele veld van werk en inkomen. Welke zaken kunnen werkgevers en werknemers regelen. En het is dus afhankelijk van wat voor soort politieke combinatie er zit. Of men interesse heeft in het werken van de Stichting van de Arbeid. Klassiek is de VVD eigenlijk niet in ons geïnteresseerd. Overigens ook niet in de vakbeweging, maar in ieder geval ook niet in de Stichting van de Arbeid. En is alles wat de Stichting van de Arbeid als broos compromis uitonderhandelt, een reden om een flinke schop tegen te geven. Want als werkgevers en werknemers het eens zijn in hun idee, dan kan het eigenlijk niet deugen. Dus sociaaldemocraten hebben meer de neiging om te denken, ze kunnen dat wel afspreken in die Stichting van de Arbeid, maar het beste kun je rechten voor mensen regelen door ze in de wet vast te leggen. En die lopen dan soms ook een beetje achter de bal aan van als het maar eenmaal op papier staat, is het geregeld. Terwijl als het op papier staat, hoeft dat in de werkelijkheid nog niet heel veel te betekenen. De christendemocraten zouden eigenlijk traditioneel het meeste waarde moeten hechten aan wat werkgevers en werknemers in die Stichting van de Arbeid uitdokteren en uitdealen met elkaar. En juist daar zie je dat eigenlijk de bestaande politieke verhoudingen niet meer zo lopen als dat we gebruikelijk zijn te denken. Dus in het tweede Paarse kabinet hebben we eigenlijk heel goed zaken kunnen doen met de politiek. Is eigenlijk al begonnen eerder in Paars 1, waar vanuit de Stichting van de Arbeid oplossingen verzonnen zijn voor problemen waar de politiek eigenlijk niet goed uitkwam. Dus bijvoorbeeld flex en zekerheid, dat hele dossier waar minister Melkert en minister Zalm enorm mee aan het worstelen waren. Dat hebben wij van een goed antwoord voorzien vanuit de Stichting van de Arbeid. En dat schiep vertrouwen. En dat leidde ertoe dat men meer dingen aan ons gevraagd heeft om, los dat eens op voor ons AUB. En je zou verwachten dat een kabinet Balkenende 1 en Balkenende 2 met Jan-Peter Balkenende, die nota bene hoogleraar is geweest in de oude christelijk-sociale traditie, juist ervoor zou kiezen om veel zaken naar werkgevers en werknemers te delegeren. En juist hij heeft een regeringsprogramma neergelegd wat snoeihard ingreep in de verzorgingsstaat. En heeft ervoor gezorgd dat we mei vorig jaar een grootscheeps conflict hebben gekregen. Omdat de onderhandelingen over fit prepensioen geheel en al mislukte. En men toen dacht, ach, als jullie er niet uitkomen, zullen wij eens even laten zien hoe wij hier de zaken kunnen regelen. Dus zonder draagvlak van sociale partners kan het ook. Nou, daar werden ze natuurlijk uitgebreid voor toegejuicht door werkgevers. Hè. Hit them, zorg ervoor dat die vakbonden eens een keer een toontje lager gaan zingen. Maar ja, voor helaas voor hun, gelukkig voor ons, bleek dat we nog wel wat konden aanrichten. Bleek dat we nog mensen op de been konden brengen, dat we konden mobiliseren. En nou ja, met alle acties in het najaar van dien hebben we geprobeerd die uit het lood getrokken driehoek tussen werkgevers en werknemers en de overheid weer een beetje te lijmen. Nou ja, vooralsnog lijkt het dus alsof de stichting en de overheid weer een nieuw wankel evenwicht heeft gevonden in dat vraagstuk van wie gaat er eigenlijk over? Over de wereld van werk en inkomen. Gaan daar werkgevers over? Of gaat daar het kabinet over? Het kabinet beslist natuurlijk uiteindelijk. Zeker als het over politieke besluitvorming gaat, moet het kabinet ook op de mat met de Tweede Kamer. Maar je mag hopen dat Balkenende het lesje geleerd heeft van de acties van vorig jaar. En inmiddels nu eens weet dat hervormingen op het veld van werk en inkomen
niet zonder draagvlak van sociale partners en dus met name van de vakbeweging kan. Voor de Stichting van de Arbeid wordt vooral belangrijk wat nou eigenlijk maatgevend was. Was nou maatgevend die enorme clash die ontstaan is mei 2004? Of is maatgevend de situatie van 5 november 2004? Voor welke lijn wordt eigenlijk gekozen? Volgens mij is maatgevend, in ieder geval voor ons, dat je niet automatisch uit kan gaan van een verhouding waarin wij met werkgevers zaken doen en wij gezamenlijk optrekken naar de politiek. We moeten ons daar ook niet zomaar afhankelijk van maken. We moeten dus van eigen krachten uitgaan. We moeten zelf onze eigen wensen naar de politiek toe formuleren. En als het dus lukt om daarover te dealen met de overheid, met de werkgevers, is het mooi. Als het niet lukt, dan zullen we ook, en dat heeft het afgelopen najaar ons wel geleerd, dan zijn we ook sterk genoeg om zelf ook in ons eentje verandering af te dwingen. Nou ja, kijk, ik ben historica van huis uit, dus ik hecht nog wel aan dingen met een zekere historische traditie. Maar de traditie alleen is niet voldoende. Hè? Dus je zult, wil je als Stichting van de Arbeid toekomst hebben, ook antwoorden moeten formuleren voor toekomstige vraagstukken. Als het dus gaat om de toekomst, dan is voor onze achterban belangrijk, leidt het ergens toe, hè? Compromissen sluiten om het compromissen waarin vervolgens de overheid een beetje gaat zitten shoppen. Daar krijgen we thuis de handen niet meer voor op elkaar en terecht. Hè? Je doet dat kunstje in de stichting. Omdat je denkt dat je op die manier belangen van mensen goed kan behartigen. In de toekomst, en dat pleit eigenlijk voor tegen de stichting, zul je een aantal dingen veel meer op Europees niveau moeten gaan regelen. Veel regelgeving komt nu al uit Europa. De werkgelegenheid is wat minder aan de landsgrenzen gebonden. Wat ons betreft gaat het er om, kan je in de stichting iets doen wat zichtbaar is voor mensen, wat voor mensen ook zichtbaar voordeel oplevert. En doen die andere twee partijen ook mee, doen de werkgevers mee, doen de overheid mee. Als dat niet zo is, dan blijft er van de stichting niet veel meer over dan alleen dat logo en die 4 man op dat secretariaat. En naar de toekomst toe gaat het erom, ben je in staat om de discussie ook te verbinden met wat er internationaal gebeurt? Ben je in staat om de thema's die vanuit Europa naar Nederland komen op een goede manier handen en voeten te geven hier? Vorm te geven hier? Ben je in staat om vanuit Nederland ook kracht op te bouwen voor een sociale oplossing op Europees niveau in plaats van een oplossing waarbij het water vanzelf naar het laagste punt loopt? Dus het is wel een, het is wel boeiend eigenlijk wat er gaat gebeuren met die stichting in de komende 15 jaar. Want de wereld zal er absoluut anders uitzien dan nu en dan 15 jaar geleden. En het kunstje heeft ons een hoop voordeel opgeleverd in de afgelopen tijd. Maar moet zich naar de toekomst en dus ook in die komende 15 jaar steeds blijven bewijzen. De Stichting van de Arbeid is een belangrijk overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, waarbij zij afspraken maken die op decentraal niveau dan weer hun uitwerking behoeven. Waarbij het ook een belangrijke schakel is tussen het kabinet en werkgevers en werknemers. Op het gebied van arbeidsverhoudingen, op het gebied van thema's werken en inkomen, waarbij ik denk dat de stichting zijn waarde in het verleden bewezen heeft en dat zeker ook in de toekomst zal doen. De stichting haalt absoluut het volgend jubileum. Ik denk wel met andere vertegenwoordigers namens de verschillende partijen en ik hoop dat er aan werkgeverskant dan ook een aantal vrouwen deel uitmaken van de stichting.
Voor zover ik het weet waren de verhoudingen ook in het verleden in het algemeen goed. Natuurlijk in ook een goed huwelijk is er wel eens iets wat een beetje schuurt. Maar wat ik ervan weet, en ik heb hier ook in de eind jaren 70, begin jaren 80 rondgelopen, waar ook toen, hoewel de, in het algemeen zeg, de arbeidsverhoudingen toen in een moeilijke fase zaten, het was de polarisatie enzovoort, waren de verhoudingen tussen de stichting en de SER ook heel werkbaar. Nou ja, op dit moment zou ik willen zeggen dat er in het algemeen een perfecte samenwerking plaatsvindt tussen die twee instellingen. Er zijn natuurlijk ook nauwe persoonlijke banden. En er wordt ook op het niveau van het secretariaat goed samengewerkt. Natuurlijk is het wel eens zo dat soms de vraag is, moet nou iets eerst in de stichting of eerst in de SER of omgekeerd. Maar in het algemeen weten we daar op een goede manier uit te komen. Dus al bij al is mijn opvatting dat zowel in het verleden als nu de stichting en de SER, als de tweeling van de Nederlandse arbeidsverhoudingen, samen een uitstekende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het sociaal-economisch bestel en het sociaal-economisch beleid in dit land. Ik denk dat gelet op de tradities die hier zijn, ook de wat wel genoemd wordt de tacit knowledge die ingebed is in die instellingen, dat dat ook in de komende periode wel zal blijven. Zij het, en dat is een belangrijk punt denk ik om onder ogen te zien, dat in de loop van de jaren, als je vergelijkt met toen de stichting werd opgericht en de SER in de naoorlogse periode, dat er toen veel meer op centraal niveau te regelen was in de arbeidsverhoudingen, dat we eigenlijk sindsdien een voortdurende decentralisatie van die arbeidsverhoudingen waarnemen en dat er dus ook een verschuiving is van het zwaartepunt in de arbeidsverhoudingen in zekere zin naar een lager niveau. En dat betekent wel dat zowel de rol van de stichting als de rol van de Sociaal-Economische Raad gaandeweg iets anders wordt. Minder hier de dingen finaal regelen, maar meer kaders creëren voor het werk op lager niveau in de arbeidsverhoudingen. Ja, het zou mij zeer verbazen als in 2020 de stichting niet meer zou bestaan. Maar wel onder één voorwaarde. En dat is dat de stichting ook tussen nu en dan iedere keer weer in staat is te bewijzen dat ze relevante bijdrage leveren, relevante toegevoegde waarde leveren aan de gang van zaken in dit land. Zowel op landelijk niveau als ook ten behoeve van de mensen in het land. En dat moet dus wel gebeuren. Maar in de, gelet op de traditie die er is, heb ik daar alle vertrouwen in. Ik bekijk de stichting natuurlijk van enige afstand. Gezien het feit dat ik dus tot heden niet actief betrokken ben geweest bij het werk van de stichting. Dus als ik kijk naar de afgelopen jaren, naar de tientallen jaren dat ik toch als werkgever in Nederland geopereerd heb, dan vind ik de stichting het platform waarop de typische overleg-economie van Nederland gebaseerd is. We overleggen daar met elkaar en we vinden daar oplossingen met elkaar voor een groot aantal problemen binnen de arbeidsverhouding in Nederland. En ik denk dat de stichting daar een meer dan voortreffelijke rol gespeeld heeft. Recent is het natuurlijk de laatste akkoorden die we met elkaar afgesloten hebben, werkgevers, ondernemers enerzijds en de vakvereniging anderzijds. In het verleden uiteraard het akkoord van Wassenaar en een akkoord in 1992. Er zijn een groot aantal akkoorden binnen zeg maar de boezem van de stichting afgesloten. En daarnaast heeft de stichting natuurlijk sterk meegewerkt aan de ontwikkeling van de arbeidsverhouding in Nederland. Heeft meegewerkt aan onderwerpen als flexibiliteit binnen de arbeidsverhoudingen, kinderopvang, etc. Als je naar de toekomst kijkt, dan denk ik dat de aanzet van steeds sterkere decentrale ontwikkelingen binnen de arbeidsverhoudingen, die in de stichting reeds zichtbaar is, verder doorgetrokken zal moeten worden. Ik denk dat de stichting ook daar weer het platform is om te overleggen hoe we vanuit de historie van centraal overleg steeds meer decentraal afspraken kunnen maken tot op ondernemers- en CAO-niveau toe. Ik denk dat het centraal overleg belangrijk is. Daarom is de stichting van hoog belang. Maar uiteindelijk is het zo dat voor ons ondernemers de resultaten zichtbaar moeten zijn aan de CAO-tafel. En in een tijd waarin we gaan decentraliseren, we gaan steeds individueler met onze mensen omgaan,
betekent dat dat daar het accent van het overleg gaat verschuiven naar, nogmaals, de CO-tafel en naar de onderneming. Dat is het typisch Nederlandse model waar ik, zoals eerder gezegd, een groot voorstander van ben, dat je uiteindelijk in de centrale verhoudingen binnen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties, dat je daar de basis moet leggen, daar het vertrouwen moet creëren om uiteindelijk over te gaan tot decentrale invulling van dat beleid. Ja, ik heb wat moeite met het woord primaat van de politiek. Het is zo dat, dacht ik, wij als sociale partners heel goed weten waar onze verantwoordelijkheden liggen. We weten dat dus alles wat te maken heeft met arbeidsverhoudingen in Nederland, hoe met elkaar omgaan binnen bedrijven en binnen organisaties, dat is onze verantwoordelijkheid. Daar willen we ook graag dat de politiek van afblijft. En we beseffen anderzijds heel goed dat de politiek haar eigen verantwoordelijkheid heeft, waar wij terughoudend moeten zijn. Maar er is natuurlijk een grijs gebied tussen beiden. En wat me wel eens opgevallen is dat op het moment dat de politiek ergens niet uitkomt en wij als sociale partners, bijvoorbeeld via een SER-advies of in een advies van de stichting, een oplossing vinden die misschien wat over de grens gaat van datgene wat onze verantwoordelijkheid is, dat dan plotseling de politiek begint te roepen over het primaat van de politiek. Dus ik denk dat de conclusie moet zijn, als de politiek haar werk goed doet, dan is er geen discussie over het primaat van de politiek. Ja, zoals eerder gezegd, geloof ik in een goed functionerende overlegsituatie in Nederland tussen ondernemers, een werkgeversorganisatie enerzijds en anderzijds de vakverenigingen. Daar is de stichting het meest perfecte platform voor. Wanneer het overleg daar zich aanpast aan de ontwikkeling in de maatschappij, waarbij van onze kant natuurlijk sterk gehamerd zal worden op toch misschien wat meer ondernemerschap, wat sneller reageren, wat sneller beslissen en sneller realiseren van wensen in de maatschappij, dan ben ik ervan overtuigd dat de stichting nog een lang en goed leven tegemoet gaat. Het enige wat misschien een keer zou moeten gebeuren, is die wat opbollige naam veranderen door een wat meer merk wat bij deze tijd past.